Welkom terug bij Project Cars. We gaan verder met deze Car Club Trophy Glencairn. Zoiets. Drie rondjes. Laten we 60 van maken. Select car. Oké, we kunnen kleur veranderen. Laten we met. Oké, het is random. Ja, boeien. I don't give a shit. Een halve kilometer, United Kingdom, 14 bochten. Oké, ik heb één keer in de karts gereden. Dat was in mijn allereerste aflevering. Had ik ze een beetje getest en ik vond het niet leuk. Maar ja, hopelijk is het nu wat beter. We kunnen het altijd proberen. En als het kampioenschap niks is, dan stoppen we er gewoon mee. Ik weet niet of dit één race is. Of dat het meerdere races zijn. Het zijn in ieder geval drie weekenden, dus. Twee races. Anders dacht ik dat ik alles wel in één aflevering zou kunnen doen. Maar. Oh my god. Stuur. Oh my god, what the fuck? Ja, dat haat ik dus van karts. Ik vind karts in het echt gewoon super leuk om mee te rijden. Laten we dit proberen. Maar in spellen is het gewoon zo'n verschrikking. Het is ook wel een beetje onzin dat een car, dat je, als je de curbs raakt, dat je meteen uitglijdt. Geen idee wat hier gebeurde. Je kan gewoon geen controle krijgen over je kart. Dit is best wel ridiculous. Ik bedoel, een kart is helemaal niet zo moeilijk om te besturen. Maar in dit spel af en toe. En nog steeds lig ik derde en dat is wel een. Kijk hoe langzaam ik door die bocht heen moet. Oh my god. Ik ben aan het concentreren hier. Het gaat al beter. Het gaat nog niet echt snel. Maar ik kan net zeggen, ik raak minder het gras. Alright, derde. Whatever. 20 seconden achter de nummer 1. Nou ja, 5 seconden. Oké, het is te overzien. Derde, dat is best goed. I'm quite happy. Dit is 4 rondjes. Ik denk dat we dit hele event gewoon in 1 aflevering proppen. Oh my god. Wat? Wat ben jij aan het doen? En ik ga langzaam. Vind ik dan. Ik zie echt geen bal. Echt helemaal niks. Alright, we liggen tweede. Hoe dan? Geen idee. Oh, dat was slecht. Dit is zo anders. Het is wel oké. Nu ik het een beetje door heb. Alleen, die zon is niet handig. Daarom doe je karten ook meestal binnen, denk ik. Jammer dat ze geen binnenbanen hebben. Dit spel. Dat zou wel grappig zijn. In Gran Turismo hebben ze toen een binnenbaan erin gestopt. Die was best wel cool.
Alleen niet om te karten, het was leuker met grotere auto's om daar te rijden. This is quite alright. Natuurlijk, de AI staat al iets lager. Maar het is precies goed, denk ik. Oh ja, we hebben hem. Misschien. Oh, nee, we hebben hem niet. Never mind. Never mind. Tweede. I'll take it. Daniel Meister. Nee, waarom staat die automatisch steeds op restart? Dat is heel erg onhandig. Volgens mij elke keer dat je niet wint, staat hij automatisch op restart. Wow, what? Je krijgt 5 punten als je de snelste raceronde hebt? Ja hoor. Hoe moet ik dit dan ooit gaan winnen? Hoe moet ik dit ooit gaan winnen dan, hè? Oh. Tik even allemaal knopjes aan. Maar ja, we zijn pas 6 minuten bezig. En we hebben het eerste event al gedaan. Dus laten we maar gewoon doorgaan. Ah, we've got mail. Road TC Euro Championship. Oké. Okay. Sounds interesting. Het klinkt beter dan... Wat is dit? Nee. 4? Oh my god. En we beginnen weer Alton Park. Oh my god. Nee, bedankt. Nee, ik ga hem wel doen, maar... wat is er met de kart dingen gebeurd? Ah, oké. That's weird. Gewoon ineens. Alright. Dan doen we vanaf nu gewoon, denk ik, één... ik laat het voor nu even op 60 staan. Ja, ik bedoel... Het boeit me allemaal niet zo. Ik wil eerst kijken hoe deze auto's zijn. En als het echt een interessant kampioenschap is, dan ga ik er wel mijn best voor doen. Maar. Dus elke aflevering, nou ja, de komende paar afleveringen, doe ik één zo'n kart event en één zo'n event. Dus. Ik denk dat het 3 rondjes zijn, dus het zijn allemaal korte events. En, ja. Laten we kijken waar we terechtkomen. Ik neem aan dat we als laatste moeten beginnen. Yep. Oké, valt dit ding mee? Ik denk het wel. Ik denk dat deze beter is. Ja, ja. Dit is wel een coolere auto. Het is een minder extreme auto dan in die we eerder hadden. Het is redelijk bewegelijk, maar absoluut niet zoveel als die andere. Oeps. Oké, we gaan hier rechtdoor. Go, go, go. We liggen al 13e. That's good. Oh, het is maar 2 rondjes. Dat is wel heel kort. Oké, top 10 finish is goed.
Oh. Ja, oké, dit gaat geen top 10 finish worden. Alhoewel, als niemand me inhaalt terwijl ik crash, oké. Dan word ik tiende, ja. Het is niet zo ingewikkeld dan. Ik krijg nog een puntje ergens. Wie weet. Alright. Dat is hobbelig. Oké, we lost it. Completely. We liggen niet laatste. Interestingly enough. Alright. Misschien kunnen we nog iemand pakken in de laatste bocht. En nog iemand. Kom op, taxi. Ja, nee. Nou, close. Dat was close. 16e volgens mij. Ja, niet fantastisch. Holy shit, 3000ste. Nice. En die andere staat ook nog op 17e. Alright, ja, 0 punten. Ik krijg wel 1 punt als je 10e werd. Waarom stond er bij qualifying Jamie Petit? Ik weet niet wat daar gebeurd is. Maar ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dan gaan we dus weer eerst beginnen met een kart trophy. En daarna weer met zo'n... ik weet niet hoe het heet. Road Championship UK. Ja. Misschien gaan we kwalificeren voor de volgende. Omdat het toch zo kort is. Alright, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.